Pas vandaag is uit Peking vernomen dat het Chinees Verbond van Vakverenigingen op 27 december is opgeheven. De eerste kist met maanstenen en maanstof is vanavond in Houston, Texas, geopend. Dames en heren, goedenavond. De Italiaanse regering heeft voor morgen een invoerheffing aangekondigd van 50%. Minister van Ardenne zegt dat er geen extra verlaging van de uitkering komt voor niet-solliciterende werklozen. Een betoging tegen de maffia in Palermo op Sicilië, waar tienduizenden mensen aan meededen. Bij Rembrandt in de Leer, een tentoonstelling over Rembrandt en zijn leerlingen, is vandaag geopend in het Rembrandthuis in Amsterdam. Goedenavond. Het kabinet heeft geen plannen om de uitkeringen van werklozen die niet naar een baan zoeken extra te verlagen. Er komt een schadevergoeding voor schippers die in de problemen zitten door het geschuif met de Oosterscheldedam. De hoop is opgegeven dat er in het helikopterdrama op de Noordzee nog overlevenden zijn. Steeds meer vergiftigde paling en vis in de Rijn na de chemische brand in Basel. Goedenavond. Binnenvaartschippers die in financiële problemen raken door een gedeeltelijke sluiting van de Oosterscheldedam krijgen een schadevergoeding. Goedenavond. De emoties liepen hoog op vanavond in de Tweede Kamer. Goedenavond, het nieuws van vrijdag 25 november. Politieke crisis in Sovjet-republieken verscherpt. Twijfels over veiligheid na restaurantbrand. Bijna alle nieuwe paspoorten vertonen fouten. Privécomputer vaak naar zolder. Opnieuw doden en een stroom vluchtelingen in het zuiden van de Sovjet-Unie. NOS 8 uur journaal. Pia Dijkstra. Deportatie tienduizenden moslims in volle gang. Voorhoeven zegt Nederlanders blijven nog in Srebrenica. Begrafenis VN-soldaat op Ereveld. Goedenavond, dames en heren. De etnische schoonmaak in de veroverde enclave Srebrenica is in volle gang. NOS Journaal. NOS verliest de voetbalrechten aan John de Mol. Publieke omroep ziet geen reden om te dramatiseren. Volledige schadevergoeding van dijkverschuiving in Wilnis bepleit. Philip Frederiks. Dames en heren, goedenavond. De strijd is gestreden, de miljoenendans gedanst. De NOS is de voetbalrechten van de Eredivisie kwijt. Allemaal straks in Nova Den Haag vandaag. Eerst nu Iris Kelly. Met het NOS Journaal van 20 juni. Taylor in Nederland aangekomen om berecht te worden. Laatste ronde voor D66-lijsttrekkers. Koning Albert tikt Nederland op de vingers bij staatsbezoek Beatrix. Goedenavond. De Liberiaanse oud-president Charles Taylor is vanavond aangekomen bij de gevangenis in Scheveningen. Meer dan 1000 doden na vernietigende tsunami in Japan. Onrust over veiligheid van Japanse kerncentrales. En Nederlandse militairen uit Libië vrijgelaten. Goedenavond. Japan is vandaag getroffen door de zwaarste aardbeving in 140 jaar. Het scheelt 1,5 miljard euro, maar toch komt er ook het komende jaar minder gas uit de grond in Groningen. Toch staan de Groningers nog niet te juichen. Hij volgt het advies van de Raad van State wat wij met elkaar afgedwongen hebben. En dat is al het minste wat hij doen kan. En verder in het nieuws vandaag. De politiek wil af van de milieuzones. Utrecht en Rotterdam piekeren er niet over. En de Nederlandse handbalvrouwen staan in de WK-finale. Goedenavond. Het kabinet kiest voor veilig en niet voor het geld. Zieke leraren vervangen. Voor schoolleiders is het met het huidige tekort aan leraren gewoon niet meer te doen. Ik vind dat er nu echt een heel krachtig en duidelijk signaal naar buiten moet dat dit zo niet langer kan. En ook alternatieve oplossingen pakken niet altijd even goed uit. Verder het nieuws vandaag. Een historisch bezoek met een kritische noot. En bijna €170 betalen voor je favoriete K-pop band. Veel fans kunnen dat niet. Goedenavond. Het enorme tekort aan leraren loopt de directeuren van basisscholen inmiddels over de schoenen.